Op het Afrikaanenplein komt de Generatieparade bijeen. Een vereniging voor en door ouderen. Tijdens deze bijeenkomsten delen ouderen met verschillende culturen en achtergronden een stukje van hun leven. Deze week bachata. Het is eigenlijk een soort van cultureel erfgoed wat heel veel ouderen natuurlijk hebben. Ouderen hebben heel veel levenservaring, maar ook veel andere dingen meegemaakt. En vaak worden die verhalen vergeten of zijn die niet meer heel erg aan de dat mensen dat weten wat zij te vertellen hebben. En wij proberen hen een podium te geven. En door die club kunnen ze zelf eigenlijk ideeën initiëren die zij willen doen. Deze week dus bachata, georganiseerd door Stanley. En ik zelf geef dus vandaag ook een workshop over bachata, een dans uit de Dominicaanse Republiek. Het is een vierstapsmaat muziek en daarbij worden bepaalde instrumenten gebruikt, waaronder de bongo's, een gitaar, een basgitaar, jira, als ik het even goed uitspreek. Er zijn verschillende stijlen van de bachata, waarvan drie hoofdstijlen zijn. De Dominicaanse stijl, de dansschoolstijl en de Antilliaanse stijl. De generatieparade is niet alleen belangrijk omdat ouderen op deze manier meer leren over elkaar, maar ook omdat het vriendschappen creëert en eenzaamheid tegengaat. Nou, je komt toch wel mensen tegen, die oudere mensen, wat is oud eigenlijk, maar het is eigenlijk een doelgroep die bij elkaar komen en elkaar verhalen vertellen, herinneringen opdoen. Hun belevenis hebben, wat we allemaal gedaan hebben. Het is wel leuk eigenlijk voor de deelnemers dan, hè? Dat ze dan toch niet alleen maar binnen blijven en hun eigen dingen dat ze dagelijks doen, dat ze toch een keertje even uit de huis even kijken hoe het eigenlijk het gaat buiten huis. Het is echt een stimulant voor de ouderen in de wijk, vooral voor mij. Voor mij is het echt een hele grote stimulant, echt een steun in mijn rug. Het geeft me echt een push om nog wat te doen.